Onder het motto Making Intralogistics Smart Together haalde Stihl deze herfst een groot aantal Europese klanten en vakpers naar Hamburg. In de Stihl Arena gaf de fabrikant haar visie op de nabije toekomst. En passant toonde Stihl ook enkele nieuwe ontwikkelingen. Geheel volgens Stihl-traditie was de boodschap verpakt in een smakelijke show. Stihl lichtte haar visie toe via 5 thema's. Energie, producten, automatisering, services en circulariteit. Bij producten stond onder andere de compacte opvolger van de RX50 in de spotlights, de driewieler RXE1016C. De meeste nadruk legde Stihl echter op de keuze om naast de Excellence-lijn RXE-trucks voortaan ook de Classic-lijn te brengen. Trucks die prima volstaan voor een lichte tot matig intensieve inzet. Ze zijn eenvoudiger van opzet en daardoor tot zo'n 30% gunstiger in prijs. Deze Classic-strategie zien we bij de magazijn- en heftrucks, maar ook binnen de automatisering- en energieconcepten, twee van de andere thema's. Bij automatisering maakt Stihl onderscheid tussen green- en brownfield-projecten. Bij greenfield-projecten, waar de optimalisatie vanaf de start makkelijker mogelijk is, zijn de oplossingen voor horizontaal transport prima mogelijk met een ECH-AMR. Bij brownfield-projecten, ofwel binnen reeds bestaande situaties, is een veel intelligentere automatisering noodzakelijk en daar wordt de zelflerende EXH ingezet. Bij energie, misschien wel het boeiendste thema in Hamburg, toonde Stihl haar eigen brandstofcel. Deze komt vanaf volgend jaar op de markt voor de 24 volt magazijntrucks. Per tanklading waterstof rijden de trucks zo'n 8 uur. De brandstofcel zorgt voor een continue stroomtoevoer naar de 3 kW lithium-ion accu, want die is noodzakelijk voor de piekbelastingen bij acceleratie en het regenereren van de remenergie. Brandstoftechnologie gaat een grote rol spelen, zo voorspelt Stihl. Maar tot het zover is, zet de fabrikant volop in op lithium-ion accu's. Ook hierbij maken ze onderscheid tussen Excellence en Classic accu's. In de Classic accu zit de celtechniek die minder hoge eisen stelt aan laadsnelheid en temperatuurbereik dan bij de Excellence-lijn. De truck-inzet is minder intensief en daarmee kan de prijs tot 30% lager zijn. Of het nu om de X- of C-lijn of zelfs loodzuur accu's gaat, piekbelastingen bij het laden moet je vermijden, omdat die bepalend zijn voor de kostenstructuur van het energiecontract. Daarom ontwikkelde Stihl smartladers, die onderling communiceren via het Smart Energy systeem om de noodzakelijke laadenergie zo goed mogelijk af te stemmen en te verdelen. Smart zien we ook terug bij services, waar Stihl nu ook andere merken kan opnemen in haar Next Fleet Management systeem. Hiermee worden klanten met een grote, gemengde vloot beter ontzorgd en kan je vanaf één centrale overviewpositie beter advies geven over optimalisatie. Tot slot stond ook circulariteit op het programma, via de conceptstudie van de nieuw te ontwikkelen RXE20 heftruck. De in de studie geplande CO2-besparingen zijn veelbelovend. 15% in de supply chain, 50% in de productie en 25% in het gebruik. Met deze 5 thema's is het duidelijk dat Making Intralogistics Smart Together met zekerheid wordt vervolgd.